Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe workout met Koolhout. Ik heb vandaag een soort van challenge bedacht. Ik heb namelijk aan mijn vriend, Nikki, die zit tegenover me, heb ik gevraagd om zijn upper body workout met mij te delen. En die ga ik nu uitvoeren. En ik heb even gekeken en het is super pittig. Dus dit wordt echt een drama, want ik train vrijwel nooit upper body. Ik train het alleen af en toe. Als ik een full body doe, dan doe ik 2 oefeningen borst, 2 oefeningen rug. En dat is alle upper body die ik doe. Verder doe ik altijd billen of benen trainen. Of soms een keer buik. Maar nooit upper body. En nu gaan we dus een mannen workout doen. Wat natuurlijk altijd over upper body gaat. Ik zal eens even vertellen hoe de workout eruit ziet. En dan gaan we de gym in om het uit te voeren. Oké, de warming-up is reverse fly, 3x12 op lichte intensiteit. Dan de push-up, 3x12, niet tot falen, staat er ook echt bij. Dus mag niet eerder stoppen, 3x12 push-up. Dat is niet voor mij een warming-up hoor. Nee, dat is gewoon... je moet eerder stoppen als dat falen is. Je moet juist niet tot falen. Oh, zo, oké. Ja, is lekker. Okay. Het moet dus goed te doen zijn. Maar mag ik dat op mijn knieën doen? Ja, als het maar niet tot falen is. Niet tot falen, want anders is het natuurlijk geen warm-up. Nee. Dan gaan we over naar de kern van de training. En die begint met bankdrukken, dus de bench press. 4 keer 12, 10, 8, 8. Op mijn gewicht uiteraard, want Nikki die bench press wel wat meer dan dat ik doe. Ik wil het best proberen, maar ik denk dat ik keihard die stok op mijn, of die barbel op mijn borst laat vallen. Barbel! Dit is geen eiwitreep. Ik eet te veel barbels. Vervolgens, die doe ik in een superset met een seated row. 4 keer 12, 10, 8, 8. Dan gaan we pull-up. 3 keer 8. Doe je die gewoon zonder hulpstuk, een pull-up? Doe jij pull-up gewoon zomaar? Ja, ik denk dat ik 1 pull-up kan. Dus tot max. Nou, we gaan het zien. Anders doe je met elastiek of een lat pull-down. Ja. Nee, ik doe wel met elastiek. Dan gaan we weer naar een nieuwe superset. Dat is een incline double press. 3 keer 12. Nou, die doe ik zelf ook altijd als ik een upper body doe. En dan een bent over row. 3 keer 12. Is dat met een barbel of met een dumbbell? Geen barbel, dat is een uitdruk. Waarom zeg ik steeds barbel? Een stang. Een stang of een... Ja, met stang. Oké. Dan, volgende superset is een front pull-down. 3 keer 8, 12, 15. En een SH press machine of stang. Wat is dat? Shoulder press. Oh, shoulder. Of op een stang. Shoulder press machine of stang. Dan ga ik zo even vragen aan Nikki wat dat precies is. Shoulder press. Op een machine. Is dat zo? Ja, of met een stang. 3 keer 8. En dan komt er een soort circuitje. Dit is een side race. 2 keer 6 tot 10. Dan reverse fly. 2 keer 15. En dan shrugs. 2 keer 15. Wat zijn shrugs? Ik weet het niet, oefening. Oh ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Shrugs. Ik weet niet wat het is. Haha. En dan de laatste superset is de bicep curl. 3 keer 6, 10, 15. En een tricep pushdown. 3 keer 6, 10, 15. En dat doe je gewoon allemaal achter elkaar. Gewoon zonder rust. Gewoon biceps, tricep, uiteraard. Bicep, tricep. Geen pauze. Geen pauze, nee. Dus het is echt een lange... Ik doe nooit zoveel oefeningen. Dus ik denk dat ik wel 2 uur... Ik denk dat ik wel 2 uur bezig ben. Nou, je moet gewoon niet te veel appen. En gewoon elke keer niet te lang rusten. En dan kom je heel eind. Nou, laten we maar beginnen. Met de warming-up. Reverse fly. Wat is een reverse fly eigenlijk? Fly is zo. Dus dan is reverse dit. De fly... is naar elkaar toe. Oh. En reverse fly is van elkaar af. Maar als ik een vogel nadoe, doe ik zo. En die... Oké. Doei. op. Dat was wel te doen. Ik moest het wel de reverse fly op 1,25 kilo doen. Want anders was het geen lichte intensiteit meer. Dus dat is een beetje beschamend. Nu ga ik de rest doen, maar ik ga niet meer tussendoor vloggen. Want het is super awkward. Ik sta nu in een hoekje in de sportschool. Dus het is niet zo awkward, maar de rest is wel awkward. Dus dat gaan gewoon sfeerbeelden worden. Misschien een voice-over. Zijn we aangekomen bij de benchpress. En zoals jullie zien doe ik het met alleen de stang, wat 20 kilo is. Oh, even kijken hoe vaak ik het ook weer moest doen. Ik moet het dus 12 keer, 10 keer, 8 keer doen. Nou, dus nu gaan we 12 keer doen. En bij de 8 merkte ik toch wel dat ik iets zwaarder kon. Dus toen heb ik aan beide kanten een schijf van 2,5 eraan gedaan. Dus schuf even voor te weten als ik het nog een keer ga doen. Nou ja, de benchpress zit erop en dan was het met 8 kilo deed ik de, wat is dit ook weer, de bent over row met 1 hand. Dus die doe ik ook voor de andere hand. Dit was eigenlijk in superset met een andere, maar ik had ze per ongeluk in mijn hoofd omgewisseld. Dus eigenlijk moest hier een seated row. Maar goed, het is een bent over row geworden. En die doe ik dus ook 12 keer per hand. En dan 10 keer en dan 8 keer en dan nog een keer 8 keer. En dan zit deze superset er alweer op. Nou, dan gaan we de pull-up doen. En uiteraard met elastiek. Ik vond het alleen een beetje eng. Ik was bang dat het elastiek brak van mijn gewicht. Ja, ik kan echt geen pull-ups. Dat is slecht. Ja, ik ben er gauw van afgestapt. En toen dacht ik daarna nog van ik ga het nog een keer doen. Maar nee, werd niks. Ik heb het elastiek eraf gehaald. En ik heb gezocht naar die andere apparaat. Maar helaas. Nou, we gaan gauw door naar de volgende superset. Dat is een incline... press met dumbbells. Dus ik heb volgens mij dumbbells 10 kilo. Hoeveel kilo is het? Ik weet het niet eens meer. 8 kilo. Tussen de 8 en de 10. Ja, 3 keer 12. Dat ging goed. Het is een van mijn favoriete onderdelen van de borstoefeningen. Draai ik heel even de camera om. Zie je hier de seated row. Die eigenlijk dus met die benchpress moest samen. Maar goed, ik heb het even omgewisseld. Hier zien we dus de seated row en ik heb... Het is fijn dat er iets wel goed gaat nu. Helemaal na die pull-ups die mislukten ben ik blij dat deze oefening wel ging. De volgende oefening is de lat pull-down. Deze bouwen we af, dus we beginnen... Of, bouwen op. We beginnen met 8 keer. Die heb ik best zwaar gedaan. 8 keer, voor mijn doen in ieder geval. 8 keer en dan... de volgende set doen we er 10 keer. Dan deed ik hem iets lichter zetten. En dan de laatste deden we volgens mij 15 keer. Nou, hier heb ik de shoulder press. Ik heb hem dus gewoon met de stang gedaan. En hier kwam ik erachter dat 10 kilo veel te licht is. Ondertussen kun je wel de jongen achter mij, die doet even de pull-ups die ik faalde. Die doet hij gewoon eventjes voor mij. Dankjewel daarvoor. En ik heb even een zwaardere stang gehaald. En ja, ik had er natuurlijk al 8 gedaan met die 10 kilo. Nu heb ik 15 kilo. Dus hier deed ik er even 4 mee. Nou, dan komen we aan bij het circuitje. Hoe zat die ook alweer? Ondertussen is Ben op de achtergrond de muur aan het wegduwen. En begin ik met side races. Deze heb ik met 3 kilo gedaan. En ik zeg je eerlijk, deze waren echt zwaar. Je ziet het ook aan mijn kop. Ik ben niet aan het praten met iemand. Nee, ik zit de hele tijd mijn lippen te bijten en aan te spannen. Nou, dan gaan we weer reverse fly doen. En ik dacht, ik zet hem wat zwaarder. Maar mijn schouders en mijn rug waren best al leeggetrokken hier. Dus ik heb ook de laagste weerstand eigenlijk. En die vond ik best zwaar, want ik moest hem 15 keer doen. Zie je? Ik ben echt op. Die laatste herhaling was ook echt slecht. En dan de shrugs. Dus ik weet het niet. Deze vond ik ook pittig zwaar trouwens. Ik had 10 kilo gepakt, want het leek me een hele lichte oefening. Maar ja, je kunt het aan mijn hoofd zien. Ik heb het er best zwaar mee. Nou, dit doen we 2 keer allemaal. Eventjes de bicep, tricep klaarleggen. We beginnen met de tricep. Doe ik met, 14 kilo of zo. Vind ik best pittig zware oefening. En dan de bicep curl. En dit wisselen we met elkaar af. Dus dit doe ik zonder pauzes, zoals Nikki zei, achter elkaar door. Ik heb dus wel gewoon iedere oefening meerdere keren gedaan. Dus dat heb ik niet gefilmd, alle setjes. Want mijn batterij gaat niet zo lang mee. En het lijkt me ook vrij saai om te kijken voor jullie. Om alles 3 keer of 4 keer zelfs te zien. Dus ja, helaas. Dat staat er allemaal niet op, maar de training zit er wel inmiddels op. Oh, ik ga jullie even neerzetten. Mijn arm is eens niet te doen. Echt zo. zwabberige armen heb ik. Oké, de training zit erop. Oh, mijn armen. Ik ben helemaal leeggetrokken door die workout. Het was echt wel pittig zwaar. Ik zit trouwens even in de auto, want er was een of andere klas in de sportschool. En die zaten in de kleedkamer. En ik vond, ja, Nikki was al begonnen met werken. Dus ik vond het een beetje kut om daar, mind my language, een beetje vloes. Om daar nog te gaan vloggen. Wat super gênant is. Maar vandaag ging het best wel aardig. En ik vond het ook super leuk om te doen. Ik vond de oefening heel leuk. En ik vond upper body trainen echt zoveel chiller dan benen, billen. Benen, billen is zoveel intensiever. Omdat je hartslag gaat veel sneller omhoog. Dan bij upper body. Ik denk dat ik vaker upper body gewoon in mijn workout doe. Dat ik eerder naar full body ga. In plaats van echt billen trainen. Benen, billen trainen. Ja. Goed verhaal. Ik ben echt een beetje... Ik ben helemaal kapot. Het was echt wel een heftige training. En ik had voor mijn gevoel, was ik echt 2 uur aan het trainen. En ik had het bijgehouden op mijn Fitbit. Ik heb werkelijk waar precies 1 uur getraind. Ik ben wel gauw doorgegaan alles. Ik heb niet alle setjes gefilmd, maar vaak het eerste setje van alles. 2 dingen had ik omgedraaid per ongeluk. Ik moest seated. Ik had een incline press omgewisseld met de... Nee, de seated row had ik omgewisseld met de incline... Nee, met de bent over row. Nou ja, maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Verder heb ik geen details waarom ik bepaalde oefeningen doe zo achter elkaar. Dat wil ik in een andere video gaan stoppen. Wil je dat nou weten? Laat het me vooral weten in de comments. Waarom bepaalde oefeningen achter elkaar komt. Waarom ik superset doe. Laat me gewoon alles weten over deze oefening of workout die ik vandaag gedaan heb. Dan ga ik dat ook met Nikki bespreken en vragen waarom hij het zo gedaan heeft. Want hij is natuurlijk personal trainer, dus hij heeft echt wel een heel goed idee achter deze training. Ik hoop dat ik jullie een beetje geïnspireerd heb ook met deze video. Ik vond hem zelf super leuk om te doen. Ik wil echt vaker dit soort challenges doen. Laat me ook misschien gewoon jouw workout zien in de comments. Schrijf hem op en dan ga ik hem gewoon eens doen. Kijken of het me lukt. Alle details zal ik in de beschrijving zetten van de oefeningen die ik gedaan heb. En ja, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie net zoveel van genoten hebben als ik. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei! Tot de volgende! Wow, je hebt gewoon nog niet weggeklikt. Dat betekent dat jij echt een super topper bent. En dat je dus nog aan het kijken bent naar deze video. Ik wilde namelijk nog wat kwijt. Misschien weet je het nog niet, maar ik ben officiële Body and Fit atleet. En dat houdt in dat jij op de hele Body and Fit shop 10% korting krijgt met de code MATHIA10. Naast het feit dat je heel veel korting krijgt, support je mij er ook nog een beetje mee. En wil je mij extra supporten, dan kan je het linkje gebruiken in de beschrijving. Dit is de eiwitpoeder die ik altijd door mijn kwark doe. Of de Perfection Bar Deluxe, die is nieuw uitgekomen dit jaar en is echt heel erg lekker. Ik heb hier de peanut caramel flavor. Super delicious. En dit is de ideale snack voor 's avonds of tijdens het gamen. Alvast heel erg bedankt.